Vandaag zijn we in de Rimba, want de vraag die we binnen hebben gekregen die luidt... Hoe vaak vervellen jullie reptielen eigenlijk? We gaan dus naar de netpythons en ik heb hier een andere slangenhuid in mijn hand... die ook al een behoorlijke lengte had. Daar kan ik niet een duidelijk antwoord op geven, want reptielen groeien natuurlijk. En als ze groeien, dan gaan ze vervellen. En als ze jong zijn, dan gaat het heel snel. Dat kun je vergelijken met kleine kinderen groeien ook sneller dan als ze wat ouder zijn. En iedere keer als je groeit, dan heb je een andere jasje nodig of een andere broek, want het past allemaal niet. Nou, zodra het niet meer past, dan gaat die slang vervellen. En dan krijgt hij dus een ruimere huid om daar weer in te kunnen groeien. De netpythons die vervellen, ik denk één keer in het half jaar als ze deze lengte hebben. Bij slangen, die trekken echt het hele jas uit. Dus dan beginnen ze bij de kop en dat trekt zich helemaal door naar de staart. En dan heb je één geheel, dus dan heb je echt een worstvel. En bij de varanen, die hebben plukjes. Dus dan knapt de huid kapot en daar waar die huid kapot knapt, dat vervelt dan. Dus die doet dat stukje bij stukje. We sproeien iedere dag. De luchtvochtigheid die moet ongeveer 70% zijn. En dan kunnen ze eigenlijk dat heel makkelijk vervellen. Het begint bij de ogen. Die iris, of de hoornvlies moet ik zeggen, die wordt dof. En dan kun je dus zien dat die slang aan het vervellen gaat. En ook de hoornvlies van die slang, die vervelt dus gewoon mee. En ze krijgen echt zo'n dof laagje over de ogen. En dan weet je dus ook dat die slang niet actief wordt. En dat hij dan gewoon rustig blijft liggen. En dat hij echt in de vervelling is. En dan gaan ze wel bewegen. Want dan moet je huid er snel af. Inge, hartelijk dank voor je uitgebreide goede antwoord. Hebben jullie nou ook een leuke vraag thuis? Zet hem dan als reactie hier onder deze video. En wie weet komt jouw vraag in de volgende aflevering.